En daar gaat hij. Wethouder Revens mag als allereerste kijken in de virtual reality omgeving. En de bril doet meteen zijn werk. De beelden zijn namelijk net echt. Oh. Kijk eens even. Ja, het is echt een beetje magisch als je een bril opzet. Dat je hersenen ook echt denken van ik sta midden in die nieuwe plek voor het Centraal Station. Het Koningin Julianaplein. En van een aantal plekken kun je op ongelooflijk goede manier zien hoe straks dat plein gaat functioneren. Op het terrein voor het Centraal Station komen twee gebouwen met 400 woningen. En daaronder een grote stadshal. Ondergronds is er straks plek voor 8500 fietsen in een grote fietsenstalling. Wat het handig is met VR is dat je zeker voor gebouwen, wat natuurlijk heel lang duurt voordat je iets kan bouwen, heel veel moeite en energie kost, kan je het van tevoren eigenlijk al zien in 3D. En met een 3D-bril heb je ook echt het gevoel dat het helemaal om je heen is, alsof het echt is. En dat is heel, heel erg leuk om te zien, dat je wat meer kan inleven hoe het gaat worden eigenlijk. Nou, dat is wel fantastisch hoor. Ik stond net boven op het gebouw en het is toch ook wel, je krijgt er wel echt bijna hoogtevrees van als je dan zo naar beneden kijkt. Maar je krijgt veel beter beeld van hoe het eruit gaat zien als het er straks echt is. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Koningin Julianaplein is in het verleden al een aantal keren veranderd. Maar de gemeente zet nu definitief in op dit gebouw. Natuurlijk moeten nog stappen doorlopen worden in de precieze uitwerking van het gebouw. En moet dat ook leiden tot een vergunning met een toets van welstand. En u kent het allemaal wel, maar dit gebouw gaat er op deze manier komen.